Hele goede dag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Ik sta hier bij een A-klasse en in deze video zal ik jullie laten zien hoe je als bestuurder de beste zitpositie kan vinden. Deze A-klasse is voorzien van volledig elektrische stoelen. Hier zo zie je die knoppen van de elektrische stoelen zitten. De vorm van de stoel die zie je hier al. Die zie je hier zo. En dat betekent dus dat op het moment dat je hier de knop bijvoorbeeld omhoog duwt, gaat de stoel omhoog, naar beneden, stoel naar beneden, achteren, naar voren. En met deze lange knop naar boven kan je de rugleuning kan je bedienen. Je ziet hier ook direct wel knoppen aan de zijkant zitten. En dat is de memory. De memory die werkt op de stoel en op de buitenspiegels. En je ziet al dat je hem op 3 standen kan opslaan. Op het moment dat je de juiste positie hebt gevonden met qua zitten in de stoel en je spiegels, druk je op M en daarna druk je op 1. Je hoort een klein piepje, dat betekent dat de instellingen zijn opgeslagen. Op het moment dat iemand anders in jouw stoel of in jouw auto heeft gereden en die heeft uiteraard een andere zitpositie aangenomen, je wilt weer terug naar je eigen zitpositie en je houdt de voorkeursknop hou je ingedrukt. In dit geval was dit 1. Nu staat de stoel weer terug in mijn positie. Naast de stoelinstelling heb je hier zo ook de stoelverwarming. De stoelverwarming die kan je hier zo in de deur aanzetten. Je hebt 3 verschillende standen. Dit is uiteraard het warmst, iets kouder, nog iets kouder. En zo is die weer uit. In deze auto, die heeft geen stoelventilatie. Als je de optie stoelventilatie hebt, dan zit die knop hier zo. En dat werkt op dezelfde manier als de stoelverwarming. Verder zie je hier zo in de deur zie je nog een aantal knoppen zitten. Bijvoorbeeld je deuren ontgrendelen en je deuren vergrendelen van binnenuit. Hier zijn een paar knoppen om je spiegels in te stellen. De linkerspiegel en met de pijltjes kan je de linkerspiegel aanpassen. De rechterspiegel en met die middelste knop kan je, als je een spiegelpakket hebt, de spiegels inklappen. Hier nog een aantal knoppen. De meeste mensen zullen die wel kennen. Dat is namelijk om je ruiten zowel voor als achter te bedienen. En nog een klein knopje onder de ruitbediening knoppen. Met die knop zorg je ervoor dat de mensen op de achterbanken de ruiten niet meer kunnen bedienen. Een soort kinderslot voor de ruiten. Nu zal ik jullie heel even laten zien hoe je bijvoorbeeld het stuur kan aanpassen. Onder het stuur zit een hendel. Als je die hendel naar beneden toe trekt, kan je het stuur wat naar je toe halen. Naar beneden, naar boven of weer uiteraard naar binnen duwen. En als je die hendel weer naar boven duwt, dan vergrendel je het stuur weer. Hier aan de zijkant zit nog een knop, dat is deze. En die is om de viervoudig verstelbare lendensteun in te stellen. Ook dat is weer een optie. Verder, dit is even wat lastiger te laten zien. Maar verder heb je hier zo nog een hendel. Daarmee kan je zitting kan je wat korter of weer verlengen. En normaal gesproken, als je niet de volledige elektrische stoel hebt, zit hier rechts voor zit nog een hendel om je stoel naar voren en naar achter te brengen. Nou, even als je geen elektrische stoelen hebt, heb je hier zo aan de zijkant heb je normaal gesproken wat knoppen zitten. In plaats van de knoppen dus in je deur. Aan de voorkant zit normaal gesproken een draaiknop waarbij je je zithoek wat kan verstellen. Er zit hier een hendel, een soort pompje om je stoel omhoog of naar beneden te zetten. En helemaal achterin er zit nog een draaiknop om de rugleuning dan te verstellen. Als je al deze instellingen hebt gehad, dan moet je als bestuurder altijd wel de goede zitpositie kunnen vinden. Bedankt voor het kijken. En kijk ook de andere filmpjes mocht je nog wat meer uitleg willen hebben.